Yo, Edward hier. Vandaag gaan we even kijken hoe we de multiplayer auto Godnor 1 kunnen maken. Als je in Formule 1 2020 zit, ga je naar het tabblad Customization, kies je voor Car Liveries en dan gaan we even kijken naar naar de Edit in dit geval. Wat je moet doen is in de liveries kiezen uit de auto Venus Default. Ik doe dit wel in de Engelse versie. Ik heb helaas Nederlands echt niet ingesteld. Maar het gaat dus om Venus Default. Dan kun je de kleur hier aanpassen. Je ziet hier aan de linkerkant zie je de kleurcodes voor zwart. Die kun je hier selecteren. Dit is de geel-groene kleur. 54, 240, 108. En de rode kleur is 0, 240, 64. Je kunt deze auto dus vervolgens opslaan. En vervolgens kun jij dus deze auto instellen waarvoor je hem inderdaad zou willen gebruiken. Het kan dus inderdaad voor My Team zijn, maar wat inderdaad dus logisch is om als multiplayer auto te gebruiken, is multiplayer en solo. En dan kun je hem inderdaad bruikbaar maken voor online races. Dan hebben we buiten de car livery hebben wij de badges. En jullie zien hier onderin de badge van God die ik gemaakt heb. Het mooie is dat dat groene op het zwarte juist weer heel mooi uitkomt op de auto. Dit gaat om de achtergrond is kok, dus radarwiel. En volgens mij heet het ook inderdaad radarwiel in de Nederlandse versie. Vervolgens hebben we daar de stijl aangepast naar de tweede versie. Dus met een beetje de gebeffelde randjes. Vervolgens in Emblem kies je voor G-Fin. Moet ook nog even bijzetten. Dan is de kleur voor het radarwiel is dus 64, 240 en 108. Dan is het voor het Emblem, dat heet dus inderdaad G-Fin, zijn de kleuren 0, 120... en een 0 voor de zwart, 0, 167, 92 voor rood. En ook dit embleem kun je dus inderdaad instellen voor je multiplayer auto en je superlicentie dus voor het online racen met multiplayer auto's. Nou, als je dat embleem dus uiteindelijk hebt gemaakt, dan kun je dus ook in niet in je career, maar in je solo time trial kun je deze auto ook gebruiken om bijvoorbeeld rondjes te rijden op allerlei andere circuits. Je ziet hier inderdaad dan ook het logootje wat dus dan op die multiplayer auto zit. En zo ziet hij er dus inderdaad dan ook uit. En je kan met deze auto dus op elk willekeurig circuit kun je dus rijden en time trials dus ook doen. Hou wel rekening mee, dit is een multiplayer auto. Dit is niet een auto zoals de Mercedes uit de gewone setups. Deze auto heeft echt een stuk meer onderstuur en veel minder downforce. Let daar dus inderdaad ook eventjes op. Je kunt dit filmpje natuurlijk op de momenten waar je dat nodig denkt te hebben, en natuurlijk eventjes pauzeren om de juiste kleuren over te nemen. Mochten er vragen zijn, gooi ze eventjes in de Discord. En ik wens iedereen een fijne racedag.